In Friesland en Groningen wonen veel sterke mannen, maar er kan er maar één de sterkste zijn. Daarom nemen ze het in het Colosseum in Dokkum tegen elkaar op om zo uit te maken wie de sterkste man van Noord-Nederland is. Eén van hen is het 19-jarige talent Kelvin de Ruiter. Ja, de ene wil profvoetballer worden en ik wil sterkste man worden. Ik ben vroeger al vanaf kleins af aan ben ik fan van Wout Zijlstra en Jan Oams. En ik heb altijd gezegd dat ik het zelf ook wou doen. Nu komt jouw onderdeel. De begeleider van Kelvin is meteen zijn idool, Wout Zijlstra. Wout is meerdere malen de sterkste man van Nederland geweest, maar is al enige tijd gestopt en nu op zoek naar jonge talenten zoals Kelvin. Zijn vader mailde me. Ik heb een zoon die heel groot en sterk is. En mag hij bij jou komen te trainen? Zo is het gegaan. Nou, ik zou brengen maar. Want het is ook een kwestie van vertrouwen natuurlijk een beetje. Natuurlijk, het belangrijkste is de techniek natuurlijk. Nou, je moet je niet verscheuren of vertillen. Daar werken we nu al elke tijdje aan. En zijn vader komt dan mee, of moeder, te kijken hoe goed dat met haar. Maar het gaat best. Hij houdt het goed vol. Ja, ik geniet vol. Maar dat de zoon natuurlijk meedoet. Ik denk dat zijn gedrevenheid genoeg is natuurlijk. Ja. Als je drie keer in de week de dijk over moet om ergens naartoe te gaan om te trainen. Dus wel 100 kilometer per keer elke keer dat je te trainen gaat. Ja, dan heb je er wel wat voor over. Maar om de sterkste man van Noord-Nederland en uiteindelijk van Nederland te worden, zal de jonge Kelvin nog heel wat jaren keihard moeten trainen. Iemand die dat al heeft bereikt is Jarno Hams. Hij is de regerend Nederlands kampioen. Zelf 11 jaar geleden als broekie begonnen. Ik ben nu 32. Dus ik heb op dit moment eigenlijk weer de ervaring. Ik heb van vroeger uit van Berend Veenenberg en Wout Zijlstra heel veel tips gekregen. Ik heb een paar wedstrijden met hun gedraaid. Veel met hun getraind. Ja, en dat draag ik nu eigenlijk weer een beetje door aan andere jongens die het ook willen proberen. Want het is natuurlijk wel een hele mooie sport waar wij mee bezig zijn. Er is nieuw talent. Absoluut. Zullen hun fouten nog maken? Die heb ik ook gemaakt. Maar er is absoluut nieuw talent. Absoluut. De sport wordt steeds groter. Er komen steeds meer wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Dus het gaat gewoon steeds beter met de sport. Rustig aan. Goed op de borst. Juist. En nou uit die benen. Uit die benen. Eronder. Even rustig. Rustig op de slag. En duik eronder. Hè. 1-2. Uit die benen. Hop. Ja, daar komt hij. Even neerleggen. Uit die benen. En eronder duiken. Eén keer. Alles in de kast. En duik eronder. Dank je, probeer hoor. De stoerste Willestijs zit gewoon in iedere man, hè? Ja, want hoe word je de sterkste man? Ja, juist, dat is het verhaal. Leer ik de jongens ook altijd. Dus natuurlijk moet je met de geboorte wel wat aanleg hebben, maar hoofdzakelijk trainen en eten en proberen een beetje verstandig ook. Het is niet alleen domme krachten, je moet het lichaam ook heel kunnen houden. Hè? En dan kun je elk jaar weer een stukje sterker worden. Ja. Niemand krijgt zo in één keer 30 kilo spieren bij, dat doe je jaar over. En de wil is er wel. Ik reken erop dat hij over 5 of 10 jaar, dat hij toch bij zich meldt, naar bovenin. Ja, 19 jaar is natuurlijk wel heel erg vroeg, nou, op dit soort gewichten. Maar het is wel een goede leerschool voor hem. Dus ik denk dat hij alleen maar beter kan worden nu. Prima, applaus voor Kelvin de Ruiter. In een tijd van 1:04:59. Hoe kijk je terug op je eerste wedstrijd? Ja, ik vond het heel erg leuk en ik had niet verwacht dat alles zou lukken. Maar meestal is het twee dingen, onderdelen zijn niet gelukt, maar ik ben wel tevreden. Kelvin heeft gevochten als een tijger, maar moet zijn meerdere erkennen in Hans Lolkema uit Friesland. Wil jij ook de sterkste man van Nederland worden? Ga dan naar sbssportmagazine.nl.